Knikkers? Nee, geen knikkers. Het zijn moleculen. En moleculen die bewegen constant iedere kant op. En ze willen graag weg. Maar ze worden tegengehouden door de wand. Dus ze duwen tegen die kant aan. En daardoor ontstaat er een druk. Gasdruk. En dat is één van de eigenschappen van een gas. Daar gaan we vandaag over hebben. Eigenschappen van gassen. We gaan het eerst even over druk in het algemeen hebben. Een persoon van 50 kilogram, de zwaartekracht op die persoon is, zoals je ziet, een dik 490 newton. Maar als je natuurlijk met significantie rekening houdt, moet je 4,9 keer 10 tot de macht 2 newton neerzetten. De zwaartekracht trekt aan die persoon en dus duwt die persoon met 4,9 keer 10 tot de macht 2 newton op de vloer. En dat noemen we gewicht. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk hoe die persoon op de vloer staat. De kracht is weliswaar in beide gevallen gelijk, maar het effect is wel iets anders. En dat heeft met druk te maken. Het is dus zo dat als je een groot oppervlak hebt, hier dus, dan wordt de kracht verdeeld over een groter oppervlak en dan heb je een lage druk. En hier heb je een heel klein oppervlak, dan komt dus alle kracht op het ene kleine stukje en dan heb je dus een grote druk. Oftewel, druk, wat is dat? Nou, eerst maar even het symbool. Dat is de kleine letter P. Let op, kleine letter P. Grote letter P, dat is voor vermogen, power. Kleine letter P, druk, pressure. Hoe bereken je de druk? Wel, je hebt zo net al gezien, het hangt af van het oppervlak. En dus, hoe groot is de druk? Dat is de kracht gedeeld door het oppervlak. En dan zie je dus inderdaad dat als het oppervlak heel erg klein is, dan wordt de druk relatief heel erg groot. De kracht moet natuurlijk in newtons, het oppervlak in vierkante meters en dan krijg je de druk in de eenheid. Wel, dat is natuurlijk de newton per vierkante meter dan, maar we spreken daarvan de pascal. Dus pascal, dat is eigenlijk vermomming voor newton per vierkante meter. Altijd wel handig om te weten wat er eigenlijk achter een eenheid van pascal schuil gaat. We bekijken nu naar de gasdruk. En eerst even om ons heen. De druk van de lucht om ons heen, ook die duwt op ons. En let wel, dat is niet te weinig. Hier op het aardoppervlak is de druk 100.000 pascal. En zelfs een klein beetje meer zoals je ziet. Dat is dus behoorlijk wat. Behalve de pascal, wat ook wel eens heel vaak gebruikt, de eenheid atmosfeer. Vooral bij compressoren wordt dat wel eens gebruikt. Bij de weerkaarten wordt heel vaak de eenheid bar gebruikt. 1 bar is 100.000 pascal. Dus 1 atmosfeer is net iets meer dan 1 bar. Een afgeleide hiervan is de millibar. Dat is natuurlijk een duizendste bar. Of ook wel eens hectopascal genoemd. 1 hectopascal is 100 pascal. Hecto staat voor 100. Waar hangt de gasdruk allemaal vanaf? We kijken eerst even naar het aantal deeltjes in een gas. Het aantal deeltjes in een gas, dat geven we aan met de kleine letter N. En de gasdruk, dat is natuurlijk, dat weet je al, de kleine letter P. We kijken eventjes hier. Hier heb je een vat en daar kan gas worden ingepompt. En laten we eventjes dat doen. Kijk, we gaan de gas inpompen. En je ziet hoe meer gas erin wordt gepompt, des te meer druk is het. Druk wordt hier uitgedrukt in atmosfeer, zoals je ziet. En ja, we duwen er steeds meer deeltjes in en de druk die neemt steeds meer toe. Ja, en hij is nu dus 1,5 atmosfeer. En het is dus duidelijk hier dat als het aantal deeltjes in een gas omhoog gaat, dan gaat ook de druk mee omhoog. En het is zelfs zo dat als je 2 keer zoveel deeltjes krijgt, dan krijg je ook 2 keer hoger druk. Oftewel, P gedeeld door N is constant. Want zie maar, als je P 2 keer zo groot doet en N wordt 2 keer zo groot, dan zal dus P gedeeld door N nog steeds hetzelfde uitkomst hebben. We kijken nu even naar het volume en de gasdruk.
Ook die twee hebben met elkaar te maken. Volume geven we aan met de hoofdletter V. Gasdruk weer met de kleine letter P. We gaan weer eventjes bekijken wat er allemaal zo gebeurt. We hebben hier een vat met gas en we kunnen dat vat kleiner maken in volume. Je ziet de linkerkant wordt naar rechts geduwd en als het volume wordt verkleind, dan zie je dat de druk omhoog gaat. Dus een kleiner volume betekent een grotere druk. We kijken eventjes weer, wat is dat? Het volume naar beneden, de druk omhoog. En het is hier zo dat als je het volume halveert, dus keer een half, dan zal het druk keer 2 zijn. En het verband tussen P en V is dan ook dat P mal V constant is. Want hier ook weer, stel je voor P 2 keer zo groot, V een half keer zo klein. Ja, en dan krijg je dus dat P mal V eenzelfde uitkomst heeft. De grafiek van P tegen V, dat is een heel kenmerkende, een mooie, gebogen, vloeiende lijn. Hij komt hier iedere keer dichter bij deze as, maar hij zal nooit raken. En hier, hij komt iedere keer dichter bij de horizontale as, maar ook hier, hij zal nooit raken. We kijken nu naar de temperatuur en de gasdruk. Temperatuur, hoofdletter T, temperatuur in Kelvin en gasdruk, kleine letter P. Als je dat nu nog niet weet, weer eventjes een kleine animatie. Ja, hier hebben we weer gas, een klein beetje druk erin. En we doen eventjes wat vuur eronder en de temperatuur stijgt. En jawel hoor, de druk stijgt ook. Dus hier is van een hogere temperatuur, is een hogere druk. Ja, dat lijkt dus wel op het aantal deeltjes, hè? Was ook de 1 meer, dan ook de druk meer. Dus hier, de temperatuur gaat omhoog en de druk gaat omhoog. En als de temperatuur wordt verdubbeld, jawel, dan verdubbelt ook de druk. Kortom, P gedeeld T is constant. De grafiek van P en T, dat is dan ook een mooie rechte lijn door oorsprong. Ze zijn recht evenredig met elkaar. Let op, als je die doortrekt, dan kom je dus door oorsprong. Maar dan moet je natuurlijk de temperatuur wel in Kelvin hebben. Ja, want Kelvin, dat heeft absoluut nulpunt. We kijken nu eventjes alle drie op een rijtje. We kunnen deze drie ook combineren. En als je deze drie combineert, dan krijg je de algemene gaswet. En het heet algemene gaswet omdat deze constante die hier staat, die is ook echt constant. Voor ieder gas is hij gelijk. En omdat dat zo belangrijk is, is er ook een speciale symbool voor, de hoofdletter R. En die speciale constante, welke waarde heeft die? Die heeft als waarde 8,3145 joule per mol per Kelvin. En die is natuurlijk weer in binas op te zoeken. Let op met de algemene gaswet dat je de temperatuur altijd in Kelvin moet zetten. En is het aantal deeltjes uitgedrukt in mol. Hebben we het zo meteen nog wel eventjes over. Het volume moet in kubieke meters. En de druk natuurlijk in pascal, newton per vierkante meter. Kijk, hier heb je het, de binas, tabel 7. En daar staat die R gasconstante gelijk aan precies 8,3145 joule per mol per Kelvin. We kijken nog even naar de hoeveelheid moleculen in hoeveelheid gas. En die hoeveelheid die wordt dus uitgedrukt in mol. En het mooie van 1 mol gas is dat het aantal deeltjes voor ieder gas gelijk is. Dus als je nu zuurstof hebt, helium of waterstof of stikstof of wat dan ook, altijd zit er zoveel moleculen in. Een enorm getal. Dat getal dat noemen we het getal van Avogadro en staat ook in die tabel 7 in BINAS. Het symbool voor
het mol gas is de kleine letter n. Die stond dus ook al in de algemene gaswet. Maar goed, wat is nu 1 mol behalve dat zoveel moleculen zijn? Nou, het is op zich heel eenvoudig. Kijk eens. Kijk, als je 1 mol zuurstof hebt, is dat 16 gram zuurstof. En waterstof is 1 gram waterstof. Misschien zijn het aantal moleculen wel gelijk, maar een molecuul waterstof is natuurlijk veel lichter dan een molecuul zuurstof. We kijken nog eventjes hiernaar. Kijk, hier heb je het periodiek systeem van elementen. En als je nu die zuurstof en waterstof bekijkt, dan is die hoeveelheid gram precies gelijk aan de relatieve atoommassa die je daaruit kunt vinden. Dus voor ieder gas weet je, als ik daar 1 mol van heb, en trouwens niet alleen van gas, maar van iedere stof, 1 mol is gelijk aan de massa die in het periodiek systeem eronder staat. En waterdamp, dat is H2O. Ik hoop dat je dat weet. En ook dat kun je dus dan zo berekenen, want waterstof is 1, dus 2 keer 1. En zuurstof is 16, dus inderdaad, samen is die 18 gram. Dus ik hoop dat je nu begrijpt wat 1 mol gas is. 1 mol gas is dus 6 keer 10 tot de macht 23 moleculen. En de massa daarvan heb je trouwens niet nodig natuurlijk in de algemene gaswet. Maar altijd handig om te weten. De massa daarvan kun je opzoeken met behulp van het periodiek systeem van elementen. Zo, dit was het weer. Een heel wat gedaan. We draaien de kraan dicht. Het is weer mooi geweest.